We hebben nu een nieuw bestand en we gaan beginnen om het document een achtergrondkleur te geven. En de achtergrondkleur krijg je, dat is RGB en RGB waarde. En ik ga laten zien hoe je dat moet doen. Allereerst hebben we de goede kleur nodig en ik gebruik daarvoor meestal hier aan de linkerkant bij de tools de voorgrondkleur. Als je dubbelklikt krijg je de kleurkiezer. Je ziet hier allerlei verschillende waarden en we hebben nu hier de RGB waarde. Dus check even goed wat die waarden zijn, 234, 230... 215. Die had ik al ingevuld. Dan heb je een soort van lichte beige kleur. Dan druk je op oké. Er zijn meerdere manieren om je vlak te kleuren. Je kan bijvoorbeeld bij de gereedschappen op zoek naar het emmertje. Die zit onder het verloopje, dus dat is weer zo'n geval. Je moet even zoeken naar de goede tool. Je kan ook zeggen bewerken en dan vullen. Of wat je ook nog kan doen, is je kan option backspace doen op je toetsenbord. Ook dan gaat hij gelijk vullen, dus dat is de snelste manier. We hebben nu de beige achtergrondkleur en wat nu slim is om alvast eens eventjes ons bestand op te gaan slaan, zodat we hem niet per ongeluk kwijtraken. Ga naar bestand opslaan als en kies hier de plek die jij zelf hebt gemaakt, dus zorg dat je goed bestandsbeheer hebt op jouw computer. En noem deze opdracht, even kijken, dat hebben we staan, opdracht 1.3 en de score 1 en dan jouw eigen naam. .psd. Photoshop-bestand is het bestand wat je maakt waar alle lagen in staan, waar je gewoon straks aan verder kan werken. Dus als je een JPEG wil voor iets anders, dan moet je hem exporteren, maar nu hebben we een Photoshop-bestand nodig.